Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen van Klein de Princess Curly 3-in-1 poppenbed in elkaar zetten. We gaan gelijk beginnen met de eerste functie van het poppenbedje. En daarna komen we bij de andere, dat is het badje of de aankleedtafel. Maar we beginnen met het bedje. En daarvoor hebben we deze stangen. En die zetten we dan in elkaar. Dit zijn de poten. En die verschillende delen die kun je gewoon eenvoudig in elkaar zetten. Zo. Zo. Dat is nu het onderstel. Het is ongeveer zo groot en zo hoog. Het moet het bedje zijn. En daarboven komt dan dus het bedje. En dan hebben we nog een hemeltje. Zo. Nu doen we dat badje erop. Of misschien eerder de lattenbodem in dit geval, als je het over een bedje hebt. Zo, de verpakking heb ik weggedaan. Als volgende heb je hier deze spijlen, zodat de pop niet uit het bedje kan vallen. En dan komen we nu bij de highlight, zoals ik vind. Dat zijn nu het hemeltje en de mobiel. Aan die stang doen we de mobiel. Maken we daar aan vast. En dan helemaal bovenop komt dan de Princess Curly kroon. Dat kun je denk ik niet meer zien. En dan komt echt dit hele leuke, schattige bedhemeltje. Die kun je dan gewoon hier met dit strikje vastmaken. Zo. En klaar is dan ook het babybedje. En de andere functies die laat ik nu zien. Ik heb natuurlijk nog best wel belangrijke dingen vergeten. Dit is het matras, die moet erin. En dan hebben we hier het kussen. En natuurlijk nog het dekentje. Zo. Als volgende laat ik jullie zien hoe je het om kunt toveren tot een badje.
We hebben nog deze stofdoek. Die kan je daar zo aan vastbinden. Daar kun je bijvoorbeeld alle speelgoed in doen of verzorgingsproducten. Dus gewoon vastbinden met een strikje. Zo. En hier kun je dan allerlei spullen in doen. Ik doe gewoon alles wat erbij zat in het mandje. En dan pak ik nu het bedje weg. En dan hebben we het badje al. Om het even te verduidelijken, dan doe ik even de baby born hier zo in het bedje. Zodat je het wat beter kunt voorstellen. Zo ziet het er dan uit in het bedje. En nu gaan we beginnen met het badje. Die hebben we natuurlijk al deels opgebouwd. Je moet alleen even een paar onderdelen eraf halen. Dus het hemeltje en de mobiel moet er vanaf. En de stang. Het enige dat overblijft is deze kroon. Die zetten we dan daar neer. En dan kan de pop er weer in liggen. Als je de pop in bad doet, dan ziet dat er zo uit. Je kunt er water in doen. En je kunt spelen met het badeendje. En je kunt de baby schoonmaken met deze spons. Als je hem nu wilt ombouwen naar het aankleedkussen, dan doe je die stang er weer op. Dan haal je de spons en het eendje weg. We halen de pop even uit het badje. Dan kun je het matras er weer op leggen. Zodat het er nu iets anders uitziet dan het bedje. En dan heb je daar het aankleedkussen. Hier heb je nog een luier. En babypoeder. En klaar is ook het aankleedkussen. Het is in principe hetzelfde als het poppenbedje, alleen dan met minder details. Maar ik vind drie functies wel leuk. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!